Here we go! Geweldig jullie weer te zien, team. Seuren hier met vandaag weer een nieuwe Pokémon Go Top 5 Hatches and Catches. Met vandaag aflevering nummer 38. Zoals je kunt zien, beginnen we direct weer met vandaag Bram op nummer 5. Die heeft namelijk een aantal goede IV Pokémon gevangen. En ook nog eens een aantal gave Pokémon gevangen. Om te beginnen, een van de allersterkste non-legendarische Pokémon. Ja, in Pokémon Go, een Tyranitar met 98% IV, dus dat wordt zeker een monster van een Tyranitar qua CP. Nou, dan heeft hij ook nog een van mijn favoriete Shiny Pokémon en ook nog wel Legendaries gevangen, namelijk de Shiny Ho-Oh, dus hartstikke gaaf en gefeliciteerd natuurlijk. Maar op deze ben ik misschien op dit moment nog wel een stukje jaloers, omdat ik deze nog niet heb met goede IV, namelijk een goede IV Articuno, oftewel 91% of hoger. En Bram die heeft gewoon een 93%, dus hartstikke gaaf en ik was... Ja, zeker aan het balen toen ik deze niet had kunnen krijgen na het Articuno Day event. Dus hartstikke gaaf, Bram. Nou, dan heeft hij ook nog eens een keer een wilde Lapras kunnen vangen. Niet bekend of dat het nou uit een event was geweest of gewoon wild. Gewoon random, zeg maar. Maar dan gaan we dan even vanuit dat het echt gewoon random was. Dus hartstikke gaaf, een wilde Lapras. Zie dat maar even voor elkaar te krijgen. En dan hebben we de nummer 4. En de nummer 4 is Rick. En Rick heeft ook een aantal hele goede Ivy Pokémon gevangen. Maar deze Kabutops... Die en goede IV's heeft, is ook nog eens wild gevangen. Kan je nagaan, kom je een wilde Kabutops tegen, komt er niet vaak voor. Heeft hij ook nog eens geweldige IV's. Helemaal bizar. Nou, datzelfde geldt voor deze Tyranitar. Maar deze is natuurlijk ja, door een Community Day event. Dus dan is natuurlijk iets de kans iets groter dat je überhaupt wel een Larvitar tegenkomt. En dus ook een hoge IV. Maar deze is ook nog eens shiny. En dan is ook nog een 100% IV shiny Tyranitar. Met de beste moveset in de game. Wat moet ik nog meer zeggen? Ik word helemaal gek, want dat is gewoon een geweldige Tyranitar. Ik gebruik mijn Tyranitar die nog niet eens goede IV's heeft, maar wel shiny en dus het beste moveset heeft met Smackdown Stone Edge. Hartstikke vaak, dus laat staan hoe vaak ja, Rick deze Tyranitar wel niet zal gebruiken. Die zal elk gevecht dat hij doet gebruiken gewoon zijn shiny 100% IV Tyranitar met Smackdown Stone Edge. Nou, ook nog even snel een goede Machamp, want anders dan hebben we het helemaal niet alle plaatjes benoemd, maar die Tyranitar echt bizar. Nou, dan hebben we ondertussen de nummer 3 en de nummer 3 is Bert. En Bert heeft echt een geweldig park bij hem in de buurt, want haast alle Pokémon, of eigenlijk volgens mij, nou, haast alle Pokémon die je gaat zien van Bert, heeft hij in dat park gevangen. En zoals je kunt zien zijn het niet alleen geweldige Pokémon, het zijn ook nog eens goede IV-Pokémon. En jullie weten, ik hou van IV's, dus ik ben er hartstikke jaloers op. Nou, ook hiervoor geldt weer een 98% IV Articuno. Hartstikke gaaf, hartstikke jaloers, want ik heb hem niet, dus ja, ik vind het hartstikke gaaf voor je dat je eentje hebt en ja, hartstikke gefeliciteerd natuurlijk. Nou, dan heeft hij ook nog eens op de eerste, of nee, de laatste dag dat Kyogre in het spel was, toen hij shiny was, dus dat was de tweede keer dat Kyogre terugkwam, heeft hij gewoon een 98% IV Kyogre kunnen vangen. Nou, dat is op dit moment ook een van de legendaries met de hoogste CP in het spel. Volgens mij is alleen Slaking hoger en dan is ja, Droudon even hoger als Kyogre, dus een 98% IV Kyogre, een beest van een Pokémon. Nou, ook deze Executors waren Executes, maar heeft hij ook gevangen in zijn park. En ja, ook daarvan kun je zien, ook weer geweldige IV's. 3 Executors, dus hartstikke gaaf dat je ze alle 3 kunt evalueren. Heb je voor Candy voor nodig? Nou, dat park is gewoon echt een aanrader, dus ga er zeker heen. Bert, en misschien als je Bert kent, dat je er ook heen moet gaan. En dan Giovanni. Giovanni, de leider van Team Rocket. Zo heeft hij ook zijn berichtje letterlijk gedaan, want ja, Giovanni is niet echt van de lange woorden en van de lange teksten. Dus hij heeft gewoon gezegd, Seuren, top 5 Hatches and Catches, goede IV Pokémon. Ja, en wat kan ik dan anders dan natuurlijk gewoon ja, accepteren eigenlijk, want hij voldoet natuurlijk aan alle eisen daarmee. En ja, vooral als je natuurlijk ook ziet hoe ja, het afbeelding erbij ziet. Ja, wat, ja, ik kan er niet zoveel vertellen eigenlijk, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Behalve dat het gewoon, ja, geniet maar even van deze plaatjes, want het zijn gewoon geweldige afbeeldingen. Shinies, IV, ik weet het allemaal niet, maar heel veel kan ik er niet over vertellen, want ik weet alleen dat het hoge IV Pokémon zijn. En Legendaries dan, en Shinies. Maar ja, Giovanni wilde er niet al te veel over kwijt, dus... Nou, vooruit er maar voor deze ene keer, omdat hij technisch gezien wel aan de eisen voldeed om een inzending te doen. Maar goed, hartstikke gaaf dus Giovanni. En dan de nummer 1. En de nummer 1 is Phil, hele lange trouwe kijker van ons, maar ook gewoon een geweldige Pokémon Go-speler. En ja, dat blijkt hier maar weer eens uit, want hij heeft gewoon een shiny Aerodactyl tegengenomen, dat is 1. En heeft hem ook nog eens kunnen vangen, wat helemaal gaaf is, dus ik ben hartstikke jaloers op. En dan misschien wel een van de shinies waar ik op dit moment nog het meest op aas. Voor zover ik me even kan herinneren dat alle... Want voor de rest is er voor mij geen andere shiny die ik graag wil. Maar deze shiny wil ik nog heel graag. Een shiny Shellder. En hij heeft hem gewoon een shiny Shellder kunnen vangen tijdens het water event. Ja, dat was het water festival event. En heeft hij ook nog eens een shiny Tyranitar gekregen. Ook die heeft weer bizarre
hoge CP en natuurlijk de beste moveset. Dus een beetje een soort van, ja, dit is de Francisca van Phil. Als jullie weten wie Francisca is, dit is de Francisca van Phil. Maar dan zijn laatste inzending en misschien nog wel de gaafste, want ja, jullie weten, ik hou van IV's. En dit is gewoon een 100% IV Regieis. Niet alleen een geweldige Regie, niet alleen een geweldige, ja, Pokémon. Ik vind het gewoon een leuk Pokémon, dus ja, zodoende. Maar ook nog eens gewoon een hartstikke handige. En gevangen tijdens de eerste Regieis. Dus het was gewoon letterlijk de eerste Regieis die er tegenkwam. Boom! 100% voor je neus. Dus ja, hartstikke gaaf dat je hem hebt gevangen. Want dat is natuurlijk altijd een beetje een, ja, gegok met die ballen. Heb ik wel genoeg ballen? Raak ik ze wel? Raak ik ze wel goed? Etcetera. Dus hartstikke gaaf dat je hem hebt kunnen vangen. Maar ja, zoals je kunt zien, dit was alweer het einde van de top 5 Hatches en Catches. Als jij natuurlijk zelf mee wil doen, vergeet dan zeker niet, ja, maximaal 4 afbeeldingen in te sturen. Of 60 seconden aan beeldmateriaal, oftewel video of een combinatie daarvan. Alle uitleg daarover staat in de beschrijving. Dan kan je opsturen naar een van de 3, ja, adressen die hier op je scherm zien staan. Vergeet dan ook niet natuurlijk het onderwerp in het berichtje te zetten. Dus top 5 Hatches en Catches. Je naam. En natuurlijk wat er zo bijzonder is aan de Pokémon of aan de afbeelding of aan de video die je in hebt gestuurd. Heb je ze gevangen in een raid? Heb je ze uit een ei? Heb je ze tijdens een event? Heb je er als buddy honderden kilometers mee moeten lopen om eindelijk te kunnen laten evalueren? Lijkt me hartstikke gaaf om te horen. En ja, wie weet dat jij dan wel in de volgende top 5 Hatches en Catches mee kan doen. Zoals je kunt zien, dit was de aflevering. Ik wil jullie natuurlijk weer super bedanken voor het kijken en voor jullie geweldige support. Dat was zoals altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij mijn volgende video.